De mobiliteit staat in vele steden onder druk. Het Gentse stadsbestuur heeft daarom enkele jaren geleden beslist om het circulatieplan en de mobiliteitsgewoonten in de binnenstad grondig bij te sturen. We willen duurzame mobiliteit promoten. Dus om de leefkwaliteit, de woonkwaliteit, de werkkwaliteit in Gent te verbeteren. Dus mensen laten overstappen op duurzame vervoersvormen en toch de bereikbaarheid absoluut te garanderen. Het eerste dat je nodig hebt om een mobiliteitsbeleid echt te realiseren is, je moet een duidelijke visie hebben, je moet weten waar je naartoe gaat. Maar dan is het echt wel belangrijk dat je mensen, bedrijven, organisaties informatie kan geven. En in die zin informatie om de juiste keuze te maken qua vervoersmodus. De stad ontwikkelde samen met B-Mobile, een van de Proximus Accelerators, en andere partners het digitale platform Traffic Management as a Service. Dat verwerkt verkeersgegevens en stelt in real-time verkeersinformatie ter beschikking. We hebben een platform voor twee doelgroepen opgezet. Enerzijds voor de verkeersoperatoren, maar anderzijds ook voor de inwoners van de stad Gent zelf. Beide doelgroepen gaan een dashboard hebben met alle beschikbare data en mobiliteitsdata en verkeersdata van hun stad. Anderzijds gaan de inwoners van de stad Gent ook de mogelijkheid hebben om op voorhand hun trip die ze dagelijks doen, bijvoorbeeld iedere ochtend van mijn huis naar mijn werk, in te geven en voordat ze vertrekken een notificatie te krijgen, plus een alternatief als er iets gebeurt, als er een vertraging is op hun route. Dit zorgt ervoor dat steden en gemeenten eigenlijk niet meer moeten investeren in een groot of duur verkeerscentraal of in dure hardware langs de kant van de baan om de situatie op te volgen, maar eigenlijk simpelweg kunnen inpluggen in het systeem en toegang krijgen, inzicht krijgen in de situatie van hun stad. Het consortium wil het modulaire en budgetvriendelijke systeem nu verder uitrollen in andere steden. De volgende stap is eigenlijk dit platform te gaan verschalen naar 3 andere steden. Voor ons is dat heel belangrijk, omdat we dan eigenlijk de flexibiliteit en de verschaalbaarheid van het platform kunnen aantonen. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat steden elkaar inspireren, dat steden van elkaar leren. En wij hebben nu een eerste grote stap gezet. Ik denk dat het goed zou zijn dat andere steden dat gebruiken en vanuit hun ervaringen kunnen wij ook weer beter worden.